Hallo mensen van mijn kanaal, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we lekker bedwars doen. In deze video gaan we bedwars doen. Yeah, let's go, potje joinen. Oké, dat is over mijn imitatie van een overenthousiaste YouTuber. Alright, jullie zagen de vorige keer hoe het niet zo goed ging. Maar ik heb een beetje geoefend. Dus ik zou zeggen dat het nu op zich redelijk goed moet komen. Oh, wat doe ik nou? Ik heb Ctrl-tab, dan opent hij opeens een overlay op mijn scherm, zeg maar. Dus ik moet gewoon even zorgen dat ik die combinatie niet aanraak. Dat ging de vorige keer ook fout, zeg maar. Ctrl-tab, niet doen. Ik kan tab doen, kan Ctrl doen, niet tegelijk. Alright, ik zie jullie als het potje begint. Oké, we zijn begonnen. We zitten hier met ons team. Even kijken wat we hier zitten. We zitten met Setmew. Ja, maar we hebben één speler minder of zo. Oh, handig. Maar ik heb vertrouwen in dit team. Ik ga dit team coachen. Ik ga het leiden. En dan ben ik eigenlijk vrijwel zeker dat het goed gaat komen. Ik heb ook een achievement. Shopaholic 3. Dat betekent dat ik nogal veel aan online shoppen doe. Dat betekent dat. Ja, weet je dat ook weer. Oké, we zijn bijna bij de diamonds. Alright, ik zal deze keer wel diamonds noemen en niet emeralds. Alright, we kunnen hier klikken. Die mensen waren ook onderweg, maar het is er niet echt gelukt. We hebben ondertussen namelijk 3 diamonds. Nee, ik doe het weer. Ik doe het weer. Ctrl-tab, niet doen. Niet op Ctrl-tab drukken. Niet doen. Wat we gaan doen, we gaan even nog meer blokken kopen. En dan gaan we even naar de andere diamond generator. Want 2 keer zoveel diamonds is 2 keer zoveel snel. Yes. Oké, let's go. Naar de diamonds. Jongens. Nou. Dit gaat weer goed, hè. Dan moet ik alleen hopen dat hij mij niet ziet, zeg maar. Nou, moet ik even creatief worden. Oké, er zit 3 man. Doeg, ik ga weer naar mijn eigen eilandje. Doeg, was gezellig. Adios, see you, you. Hey, dat gaan we eventjes niet doen. Nee. Hij zag me niet. Hij zag me niet. Hij zag me niet. Lekker. Oké, hij zag me niet. Dat zeg ik nu wel heel vaak trouwens, dat hij me niet zag. Maar die gele, die zit nu bij mijn... Wat ik ook kan doen, is ik kan... daar gaan zitten... Ja, wat ik ga doen is, ik ga daar zitten. Ik loop erheen. Ik ga erboven zitten. En als ik kerel dan... Oh nee, dat is helemaal niet geel. Hoe kom ik er bij dat geel was? Dat is mijn teamgenoot. Nee, makker. Dat is gewoon mijn teamgenoot, joh. Hey, waar is hij? Oh, hij is weg. Ja, ik wist niet dat ik nog een teamgenoot had. Ik dacht, dat ik er eigenlijk alleen voor. Ik heb gewoon nog een teamgenoot. Lekker. Dat doe ik goed. Nou. Vind ik dan netjes van mezelf. Ik heb eigenlijk niks gedaan. Maar ik vind het wel netjes van mezelf. Ik denk dat we even een iron soortje moeten kopen. Om onze kans op overleven nog een soort van groot te maken. En even beter armor. Ik dacht dat dat geel was de hele tijd. Of het was geel, maar ik... Ja, ik ben echt... Nou, ja. Ja, kleurenblind denk ik dan maar. Oké, maar... Ik ga samen... Met deze man... Ga ik iets doen. We gaan iets doen samen. Ik voel het. Ik voel het aan alles. Ik voel het oprecht aan alles dat deze man... Nee! Nee, wat daar? Nee, er is daar niks.
Ja, kom maar. Je komt me reed. Kom maar. Ik gooi je fireball als je bakken als je daar niet oppast. Nee. Nee. Ja, dit is echt wel top commentary trouwens. En ik heb ook niet echt communicatie met die... Ja, ik vind het wel cool hoor, hoe hij die brug bouwt. Ja, er zit daar een kerel. Ja, dat was inderdaad ook wat ik wou doen, maar... Tegendeel is... Het verschil is dat ik succesvol was erin. Oké, wat is de plan? Ik laat het even aan deze kerel over. Deze kerel, dat weten jullie misschien niet. Maar deze kerel, dit is echt een deskundige is dit. Hey, joehoe, wat is het plan? Hij is wat minder van de communicatie. Maar dit is echt een pro-speler is dit. Hij heeft ook meerdere records op zijn naam staan. Dus je moet hem niet onderschatten, zeg maar. Want daar gaan heel veel mensen de mist in. Zij onderschatten hem. Maar kijk. Wat deze man hier doet, dit is vakmanschap. Het is oprecht vakmanschap wat hij hier aan het bedrijven is. Ik wacht nou even dat ik 12 gold heb, dat ik even een dingetje kan kopen. Alright, ik kan nu dit kopen en dan kunnen wij zo, kunnen wij tools kopen, just in case. Ja, dat komt helemaal goed. Even kijken of er iemand aankomt. Het is net Five Nights at Freddy's. Je moet altijd kijken, komt er iemand aan? Dat komt er in dit geval ook. He is coming. Wat? Er zat hier nog een gele kerel? Sinds wanneer? Sinds wanneer zat daar een gele kerel? Nee. Nee. Wat daar? Nee, er is daar niet. Wat? Er zat hier nog een gele kerel? Sinds wanneer? Wacht, hij heeft het gedaan? Nee, ik zit weer in de overlay. Hij heeft het gedaan! Hij is gestorven voor het team. Maar hij heeft het gedaan. Wat een held. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Laat me dan zeker even weten. En ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Ik zeg nog maar één ding en dat is later. Joejoe.